Oost-Indisch doof. Dat zijn de leerlingen van Jezus. Tot driemaal toe vertelt hij over het lijden dat gaat komen. En hij is daar heel duidelijk in. De heidenen zullen hem, de mensenzoon, bespotten, gezelen, kruisigen. Dat zijn toch duidelijke woorden, zou je zeggen. Maar het is alsof op die leerlingen met Jezus niet op dezelfde golflengte zijn. Jezus tot driemaal toe zendt die boodschap uit. Dit is wat gaat gebeuren. En de leerlingen antwoorden op een ander niveau. Hij heeft dit net gezegd, dat hij bespot, gegezeld, gekruisigd zal worden en daarna zal verrijzen. En dan staat er, toentertijd trad de moeder van de zonen van Zebedeus met de jongens naar Jezus toe en zei, laat deze jongens van mij in uw koninkrijk zitten. Eén aan uw rechter en één aan uw linkerhand. Maar dat koninkrijk wat zij zich voorstellen is een aards koninkrijk. En wat die moeder voor haar jongens wil, ja, laat als Jezus koning wordt, zo de ereplaatsen in de regering, zo de belangrijke ministerposten. Maar wat ze niet vraagt is, als u uw koninkrijk binnengaat en als gaat gebeuren wat u zegt, dat u gekruisigd wordt, laat dan mijn jongens aan het kruis rechts en het kruis links van u hangen. Dat zal ze zeker niet bedoeld hebben. Dat wilden die anderen ook niet. Want als Jezus bij een andere lijdensvoorspelling heel uitdrukkelijk zegt wat gebeurt, zegt Petrus, die dan wel geluisterd heeft, dat verhoede God, Heer. Dat willen ze niet. Nu zou je zeggen, goed, dat is dan vandaag de fout van die moeder van die twee jongens, Jacobus en Johannes. En als Jezus echter herhaalt dat hij een beker van lijden moet gaan drinken en vraagt of zij deze met hem kunnen drinken, antwoorden ze zonder blikken of blozen, ja, dat kunnen wij. Terwijl ze rennen weg op het moment dat Jezus gevangen genomen wordt. En de 10 anderen? Toen de 10 anderen dit hoorden, werden zij kwaad op de beide broers. Blijkbaar is het één pot nat. Blijkbaar zijn ze allemaal Oost-Indisch doof, willen ze er niet aan die boodschap van Jezus. Maar Jezus houdt vol met zijn woord te verkondigen. Ook al willen ze er niet aan, ook al wijzen ze de boodschap af. Maar hij verwoordt niet alleen het lijden dat hij moet ondergaan, maar ook de weg die zijn volgelingen zullen moeten gaan. Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn. Wie onder u de eerste wil zijn, moet slaaf van u wezen. Zoals de mensenzoon, die bereid is zijn leven te geven als losprijs voor velen. Maar dat is niet alleen iets wat wij niet willen, slaaf zijn van anderen. Dat is iets wat wij uit onszelf ook niet kunnen. Toch is het goed om te luisteren dat Jezus niet alleen lijden voorspelt. Hij zegt, hij zal, de mensenzoon, bespot, gegezeld en gekruisigd worden. Maar op de derde dag zal hij verrijzen. Jezus wijst op een weg door de dood heen. En wij zijn bang voor die dood. Niet alleen de fysieke dood aan het einde van ons leven. Wij zijn bang om nu in ons leven te moeten sterven. Om nu los te moeten laten. Om nu de kleinste te moeten zijn en anderen te moeten dienen. Maar Jezus wijst een weg en hij zegt, als je daar doorheen gaat, volg de verrijzenis. Christenen die dit doen, halen in zekere zin de dood naar voren, zoals wij doen in de 40 dagen tijd. Wij vasten, wij bidden meer. Met andere woorden, we zetten een streep door onze alledaagse rijkdommen en halen daarmee de verrijzenis naar voren. Of heel extreem, tenminste voor mensen in de wereld is dat extreem, als je ziet hoe monniken leven. In armoede, in celibaat, in volledige gehoorzaamheid. En toch, door de dood naar voren te halen, komt ook het leven eerder hier. Het eeuwige leven. De verrijzenis is dat Jezus leeft, dat hij als de verrezene in ons leven komt. Maar daarvoor zullen wij, die muur die wij optrekken, waarachter wij ons beschermen en al onze rijkdommen
af moeten breken. Door naar de ander toe te gaan. Door niet de eerste plaats te willen hebben. Maar bereid zijn te doen zoals Jezus. Dan zal de vrede van de verrijzenis nu al ons leven vervullen. Ja, zullen we het eeuwig leven nu al mogen vieren. Zoals wij doen in deze Eucharistie. Amen.